Fans van de populaire datingshow kunnen hun hart ophalen. Wintervol liefde, de wintereditie van het geliefde BB Vol Liefde, krijgt een derde seizoen. Hoewel het tweede seizoen van de winterse datingshow nog moet beginnen en het zomerse BB Vol Liefde nog in volle gang is, heeft RTL alvast bekendgemaakt welke acht singles in 2026 in het koude landschap op zoek gaan naar hun grote liefde. Op Instagram deelt RTL een eerste blik op de nieuwe deelnemers van het derde seizoen. De reeks foto's introduceert de kijker aan Ruben, Elsje, Klaas, Claudia, Robin, Monique, Hans en André. Deze Nederlandse vrijgezellen, die zich hebben gevestigd in idyllische sneeuwgebieden, hopen in dit nieuwe avontuur de ware te vinden. Met een combinatie van sneeuw, romantiek en mooie locaties belooft het derde seizoen weer voor hartverwarmende televisie te zorgen. Wintervol liefde volgt het format van de succesvolle zomerversie, waarin bed en breakfast eigenaren uit Nederland die in het buitenland hun geluk hebben gevonden op zoek gaan naar hun soulmate. De eerste wintereditie, die afgelopen seizoen voor het eerst werd uitgezonden, wist al veel kijkers te boeien met zijn frisse insteek en winterse charme. Het tweede seizoen, dat begin 2025 zal worden uitgezonden, belooft wederom een hoop romantiek en spannende ontmoetingen. Het programma heeft met zijn unieke concept inmiddels een vaste schare fans opgebouwd. Of het nu gaat om zonnige of besneeuwde locaties de zoektocht naar de liefde blijft een boeiend schouwspel voor de kijkers. Het derde seizoen van Wintervol Liefde zal begin 2026 te zien zijn en belooft weer voor bijzondere momenten te zorgen tussen de kandidaten en hun potentiële partners. De vraag wie uiteindelijk hun hart verliest in de winterse setting zal velen op het puntje van hun stoel houden. Met een nieuw seizoen op komst en de introductie van acht kerstverse deelnemers blijft Wintervol Liefde een vaste waarde in de Nederlandse televisiehitlijst. Fans kunnen zich alvast verheugen op de spannende liefdesavonturen in de sneeuw.